Ik heb weer lekker op de pedalen zitten rammen. Dat zei Jeffrey Hoogland en Nijverdal na het pakken van zijn derde gouden medaille op het EK baanwielrennen in Zwitserland. Ja, dat is wat je blijkbaar moet doen om zo succesvol te zijn. 3 gouden medailles nam hij mee naar huis. Op de teamsprint, de sprint en de kilometer tijdrit. En dat voor iemand die tot nu toe eigenlijk helemaal nog niet zo bekend was. Jeffrey zit aan tafel. Ja, ben je een beetje bijgekomen van alles? Ja, nu bijna. Het is nu 2 dagen verder. En in het weekend al wat, een aantal dingen meegemaakt met media en zo natuurlijk. En ja, dus ik blijf genieten en het blijft mooi. Maar, je kunt het ook een beetje bevatten? Ja, het komt nu langzaam binnen. Aan het begin haal je die medailles allemaal en denk je van nou, dit is mooi en je bent er heel blij mee. Maar nu komt echt langzaam wat er allemaal bij mee komt kijken. En nu wordt het steeds mooier en steeds bijzonderder eigenlijk. Ja, eerst 1 gouden medaille, dan 2. Dan moet je die kilometer tijdrit nog doen. Ja, dat zou zo mooi zijn als je dan die derde binnen zou halen. We hebben nog even wat beelden van toen. Kijk even mee. Andere grote sprinttalent, Jeffrey Hoogland, 22 jaar uit Nijverdal. Hij heeft al 2 keer goud op zak en strijdt op de kilometer voor een derde medaille. Het is een verschrikkelijk, bijna mensonterend onderdeel. Een kilometer lang strijdend tegen de verzuring. Jeffrey Hoogland komt tot een hele goede tijd van net boven de minuut. En dat betekent zijn derde gouden medaille op dit Europees kampioenschap. Ja, daar lach je dan. Ja, oh, dat hoe moment. Kijk je hier naar? Ja, nu is het niet zo erg meer, zeg maar. Nu voel je weer goed en ben je er weer van hersteld. Maar op dat moment, na die kilometer, dat deed wel zoveel pijn. Je was kapot. Ja, je trekt jezelf helemaal leeg. Je gaat helemaal tot het gaatje, zeg maar. En als je dan klaar bent, ben je eigenlijk zelfs ook heel blij. En, ik wist toen nog niet dat ik goud had. Dus ik zat me op de grond met al mijn staf die mijn benen los zaten te schudden. En toen weer op de roller. En toen was het eigenlijk wel nog maar afwachten of ik goud had. En ik wist dat het een goede tijd was, maar nog niet dat het goud was. En dat was dan wel heel mooi toen dat bekend werd. En toen had ik ineens een stuk minder pijn, zeg maar. Ja, dat voelde ineens een stuk beter. Ja. Ja. En je hebt de 3 gouden medailles meegenomen. Welke is voor jou de belangrijkste? Of de meest bijzondere misschien wel? De mooiste en belangrijkste voor dit moment richting Rio is toch wel de teamsprintmedaille. Dat hebben wij met als team gedaan, zeg maar. Dat is iets waar de focus ook op heeft gelegen. Dat we ja, dus Rio met het team naar Rio Olympische kunnen. Spelen zijn straks. Ja, ja, dus dat we met het team wouden we naar Rio. Dat is altijd de focus geweest. Dat we dus goed presteren met het team. Dat we zoveel mogelijk mannen op Rio kunnen krijgen. En dat dat dan goed uitpakte. Dat was heel mooi. En ja, ik ben van mening dat door die teamsprint en doordat we elkaar als team zo sterk maken, dat daardoor mijn individuele prestaties ook komen. Dus ja, vandaar ze hebben jou natuurlijk ook goed gesupport daarna. Ja, ja, daarom. Teams, we merken dat we heel hecht zijn. En team, we staan volledig achter elkaar. En we zijn heel sterk op het moment. En dat voelt heel goed. Ja, ik zei al, je bent eigenlijk van iemand die nog niet zo bekend was, ineens een bekende Nederlander geworden. Je werd opgewacht op Schiphol. Thuis stonden ik weet niet hoeveel mensen klaar. Ik heb zelfs artikelen gelezen waarin ze zeggen, dit moet de vlag gedragen voor Nederland worden. Ja, dat heb ik ook allemaal gehoord en meegekregen natuurlijk. En het is superleuk om dat te lezen over jezelf. En ja, tot voorheen nog onbekend inderdaad. Maar ik hoop dat het nu anders is en dat ik nu nog meer kan gaan neerzetten en dat de sport bekender wordt. En ik hoop nog op veel meer successen. Ja, was de sport nog niet bekend genoeg dan? Nee, de sport heeft een tijdje in een dal gezeten, denk ik. Na de tijd van Theo Bos en Tim Mulder op de sprint ook. Toen was de sport heel hoog toen hun nog bezig waren. En die zijn weggegaan en toen is er nooit meer nieuwe lichting geweest. En nu wij er weer staan en nu er weer resultaten komen, hopen we wel dat de sport nog meer weer opleeft. En ja, dat is natuurlijk heel positief en goed voor ons. Ja, Theo Bos, misschien wel een voorbeeld voor jou. Hij noemt jou nu een oermens, een krachtpatser, zag ik. Ja, dat dus is, hij dat kijkt nu naar jou. Ja, dat is heel mooi om dat van zo'n iemand te horen, zeg maar. Ja, hij is inderdaad ook wel een voorbeeld voor mij natuurlijk. Wat hij allemaal heeft gepresteerd, dat wil ik natuurlijk ook halen in ieder geval. En dat trainen we heel hard voor. Maar als hij dat dan zegt, dat voelt wel extra goed. Ja. Ja. Nou, het baanwielrennen, eigenlijk doe je dat nog helemaal niet zo heel erg lang. Hè? Want we hebben ook, natuurlijk zijn we een beetje gaan kijken, wat doet hij allemaal? We kwamen ook op, dat je de BMX heb je veel opgezeten. Motocrossen ben je ook nog. Ja, ja. Nee, dat klopt. Vreemde combinatie eigenlijk, zou je denken. Ik ben vroeger begonnen als klein jongetje op de BMX. Vanaf mijn derde al werd ik door mijn broers en mijn ouders op de spot gezet. En dat zit in de familie, hè? Ja, precies. Dat zit in de familie.
familie, mijn vader bij de motocross en zo. Dus ja, ik ben altijd opgegroeid met een fiets of twee wielen, zeg maar. Dus altijd snelheid, altijd actie, altijd spanning. En... Ja, we hebben ook een filmpje van jou als motocross. Ook nog. Ja, kijk aan. Ja, dat was nog deze zomer. Ja, ja. En dat durf je gewoon aan als je weet dat je naar Zwitserland gaat voor een EK. Ja, nou, ja, mijn coach, mijn coach vindt er, is er natuurlijk niet blij mee. Maar het is voor mij een stukje ontspanning, een stukje ja, dat ik mezelf weer uitlaat. Dat ik gewoon lekker mijn ding kan doen. Het is Link toch? Hartstikke Link. Ja, maar ik denk dat ik kan zeggen dat ik het op het moment wel op een niveau kan doen dat je denkt van... Ja, dat ik mijn kop erbij kan houden. En het is ook niet mijn insteek om echt te gaan rijden als een gek. En ook echt heel hard te willen rijden. Want ik vind dat gewoon heel leuk om te doen. Het is eigenlijk een hobby. Dat is gewoon een hobby, ja. Ja. Dat is hobby, dit is sport? Of ja, dit is sport en werk. En dit is waar ik zeg maar voor leef. Maar ik vind het fijn en leuk om zulke dingen daarnaast te doen, ja. Ja, en nu, want ik kan me voorstellen, je zegt, mijn coach vindt het niet heel grappig. Maar ik heb nu 3 gouden medailles, ik moet er nu voor gaan volgend jaar, die Spelen in Rio de Janeiro. Kan het nu nog wel of moet je het nu echt eventjes vaarwel zeggen? Nou, mijn vader heeft ook mijn motor verkocht op een moment. Dus, ja, zag de bouw aan. Ja, die zag het al hangen, die denkt, laat die jongen maar eerst naar Rio gaan. En ja, ik denk dat ik naar Rio dan maar weer een nieuwe motor koop en maar weer ga crossen. Maar ik moet inderdaad nu wat voorzichtiger nog gaan doen en... Ja, toch echt gaan focussen richting Rio. Ja. En ja, ik denk dat ik dat nog steeds wel een beetje op ga zoeken. Maar ja, ik vind die afleiding ook belangrijk. En ja, tot nu toe is het altijd goed gegaan. Dus ik heb ook wel vol vertrouwen in mezelf dat het goed gaat. Zeg maar. Ja. Nou, nog een klein jaartje, dan is het zover. Wat gaat er in die tussentijd allemaal nog gebeuren? Wat gaan we nog van jou zien? Nou, we gaan nog verder met de Olympische kwalificatie natuurlijk. We hebben vorig jaar een heel seizoen gereden waar we uiteindelijk heel sterk zijn gefinished. En op de WK eigenlijk ook ben ik 4e geworden. Dus op zich hebben we al redelijk wat neergezet. Dat willen we nu voortzetten op dit seizoen. Hebben we nou de eerste EK, dus de eerste wedstrijd van het seizoen, hebben we nu gehad. En nu gaan we verder met de Olympische kwalificatie door middel van de wereldbekers, of 3 wereldbekers, de WK en dan op naar Rio is de bedoeling. Ja, en morgen zit je alweer in het vliegtuig. Ja, klopt. Waar ga je naartoe? Morgen ga ik richting Cali, Colombia. Dat is de eerste wereldbeker. En dan moet ik de rest van de wereld ook maar laten zien dat ik Europees kampioen ben. En dat ik hen ook maar eens even wat kan laten zien. Ja. Gaan ze tegen je opkijken daar als je aankomt? Ik denk zeker dat mijn concurrenten dat ook hebben meegekregen van het EK. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze nou tegen me aankijken. Maar ik blijf gewoon weer fietsen zoals ik altijd doe. En ik ben benieuwd of ik ze kan pakken. Ja, je blijft ook wel een beetje de nuchtere tukker. Ja, zeker. Die toch ineens bekend is geworden. Ik wens je heel veel succes. Ga het helemaal maken. En de volgende keer zit je gewoon weer met een paar Olympische gouden medailles hier aan tafel. Afgesproken? Helemaal goed. Okay. Dat is ook mijn bedoeling. Heel goed. Dank je wel. Ook bedankt.